Hoi jongens en meiden. Kijk eens, ik heb hier een hele mooie schatkist. Wauw Sam, dat is echt een mooie schatkist. Heb je daar ook wat in bewaard? Ja, want in een schatkist kan je super waardevolle dingen bewaren. En hier zit iets in wat heel erg belangrijk is voor mij. Oh, wil je het me laten zien? Ja, oké. Wil jij de deksel eraf halen, Sarah? Heel graag zelfs. Cool zeg. Wauw, kijk. Mooi, hè? Als eerst een heel mooi horloge. Dit heb ik gekregen voor mijn verjaardag. En hier ben ik super trots op. Een medaille. Gewonnen met korfbal. Wow Sam, ben je ook al goed in korfbal? Wat goed van je zeg. Ja. En Sarah, kinderen, deze schat vind ik het allermooist. Even zoeken hoor, want hij is een beetje klein. Heb je hem goed verstopt of zo? Nou, je gaat het zien. Ik heb hem. Tada! Een parel! Wauw, dat is een mooie parel. Hij is zo klein en rond en glimmend. Weet je wel dat parels superveel waard zijn? Ja, daarom zit hij ook in mijn schatkist. In de Bijbel staat een verhaal van een koopman die opstond, die rondjes draaide, die in zijn handen klapte en maar alles deed om zo'n mooie parel te krijgen als jij hebt, Sam. Wauw, maar zullen wij ook dan maar gewoon snel gaan zingen en het verhaal gaan lezen? Goed idee. Oké, dus als je thuis zit en je zit, dan moet je nu op gaan staan bij het volgende lied. Sta eens even op als je Jezus lief hebt. Sta eens even op als je van hem houdt. Laat eens merken dat je van hem houdt. Spring eens in de lucht als je Jezus lief hebt. Spring eens in de lucht als je van hem houdt. Laat eens merken dat je van hem houdt. Draai maar in de ronde als je Jezus lief hebt. Draai maar in de ronde als je van hem houdt. Laat eens merken dat je van hem houdt. Klap maar in je handen, klap maar in je handen als je Jezus lief hebt. Klap maar in je handen als je van hem houdt. Laat eens merken dat je van hem houdt. Laat eens merken, laat eens merken dat je van hem houdt. Laat maar merken. Laat eens merken, laat eens merken dat je van hem houdt. Kijk eens, ik heb het verhaal van de kostbare parel gevonden. Zal ik het voorlezen? Maar jullie zijn niet de enige die luisteren. Ik heb ook twee hele goede vrienden meegenomen. Evangelo, welkom. En Safira. Kom, we gaan zwaaien naar de kinderen thuis. Zwaaien jullie mee? Nou, echt superleuk dat jullie er zijn. Ja, en kijk eens. Ik heb ook een vet mooie schat. Super kostbaar. Wauw. Zijn jullie ook zo benieuwd wat erin zit? Oké, Evangelo, wil jij de deksel eraf halen? Goed zo. Dankjewel. Wauw. Ik zie allemaal kostbare mooie spullen. Oké, okay. Safira, ik geef hem door. Wil jij het eerste dingetje eruit halen? Wow, die is mooi zeg. Laat eens zien aan de kinderen. Een echt horloge. Wat cool zeg. En wat zie jij erin zitten? Wow. Zo. Jij hebt een prijs gewonnen. Maar volgens mij zit er nog iets heel moois in. Kijk, deze vind ik het allermooist. Kunnen jullie hem zien? Het is een parel.
Zo, dat is een mooie parel. Weet je, in de Bijbel staat ook een verhaal over een hele mooie parel. Kom, dan doen we snel de dingetjes van Sam weer in de schatkist en dan gaan we naar het verhaal luisteren. Hebben jullie wel jullie luisteroren meegenomen? Ja. Oké, gelukkig maar. Zo. De eerste bladzijde. De kostbare parel. Dit is een koopman. Hij koopt en verkoopt dingen. Hij is heel, heel erg rijk. Hij heeft een prachtige bontjas. En een hoedje met een wiebelveer. Dat hoedje is zijn lievelingshoedje. Hij woont in een heel erg groot huis. Dat huis heeft wel 5 verdiepingen. In de voortuin is een vijver met een fontein. En in die vijver zwemmen vissen. Die doen blub, blub, blub. Kan jij dat ook? Blub, blub. Dat klonk wel echt als een vis, vond je niet? De koopman heeft alles wat zijn hartje begeert. Hij heeft 15 kamers vol met allemaal meubels. Hij heeft 6 koelkasten. In 3 ijskasten zit heel erg lekker eten, zoals worstjes en pannenkoeken. En wat is jouw lievelingseten? Patat. En jij? Rijst. Rijst. Nou, hij had sowieso ook wel rijst erin zitten en patat. En hij had nog 3 andere koelkasten vol met allemaal priklimonade. Wauw, lekker zeg. En je kan je niet voorstellen hoeveel geld die koopman onder zijn matras heeft. Stapels en stapels. Hij heeft werkelijk alles. Maar op een dag... Op een dag ziet hij iets in de etalage. Hij loopt door de winkelstraat. Het is iets heel bijzonders. Het is een prachtige witte parel. Kan jij een heel gek stemmetje nadoen? Heb jij een gek stemmetje? Heb jij een gek stemmetje? Dan moet ik het zelf maar verzinnen. Die parel kost 500.000 euro. Vond je die grappig? Zegt de meneer van de winkel. Ach, zoveel geld heeft de koopman helemaal niet onder zijn matras. Maar hij moet en zal die parel hebben. Wat zal hij toch gaan doen? Hij rent naar huis. Hij heeft een plannetje bedacht. Hij verkoopt zijn meubels. Hij verkoopt zijn ijskasten met rijst, patat, pizza, met al het eten erin. En diegene met priklimonade. Hij verkoopt zelf zijn huis, zijn fontein en zijn vijvers met de vissen die blub, blub, blub zeg. Hij verkoopt zijn mooie bontjas. Het enige wat hij houdt is dat hoedje met de wiebelveer. Want dat is zijn lievelingshoedje. Hij leent een kruiwagen. Daar doet hij al zijn geld in. Dat heeft wel lang moeten duren, denk je niet? Stapeltje voor stapeltje, muntje voor muntje. Dan gaat hij op weg naar de winkel om de parel te kopen. Ach, wat jammer nou. Hij komt nog 6 euro tekort. Ik geef je 6 euro voor je hoedje, zegt de meneer van de winkel. De koopman moet lachen. Hij geeft de meneer zijn hoedje. Want nu kan hij eindelijk de parel kopen. Hippie voera! Hij heeft de parel! Jezus zegt, het is met God net als met die parel. Het kost je echt alles om hem te leren kennen, maar niets op de aarde is meer waard dan hij. Zie je hoe blij die is? Wauw, wat een mooi verhaal.
Ja, inderdaad. En ik heb ook zo'n parel in mijn schatkist. Maar weet je, deze schatkist is heel erg kostbaar. Maar wat nog veel waardevoller is, is Jezus. Want deze schat, die kan kwijtraken of zelfs gestolen worden. Maar Jezus kan dat niet. Hij is er altijd bij. Bij mij, bij jou, Sarah, bij jou, overal. En weet je, Jezus is ook de allerbeste, de allerliefste en de allermooiste. En als hij met je meegaat, nou, dan kan je alles aan. Wil jij ook bij hem horen? Kom, dan gaan we samen het volgende liedje zingen. Jezus, de leidsman van mijn leven. Jezus, de beste weg bent u. Jezus, het doel van mijn leven, dat bent u. Ja, dat bent u. Ik klap en zing, stamp en swing en ga achter u aan. Ik dans en zwaai en maak een draai om met u mee te gaan. Jezus, de leidsman van mijn leven. Jezus, de beste weg bent u. Jezus, het doel van mijn leven, dat bent u. Ja, dat bent u. Ik klap en zing, stamp en swing en ga. Jezus, stap 2, luister naar hem. Stap 3, laat alles achter wat jou afhoudt van hem. Stap 4, lees in de Bijbel. Stap 5, bid in zijn naam. Stap 6, dan zul je leren om de juiste weg te gaan. Ik klap en zing, stamp en swing en ga achter u aan. Ik dans en zwaai. Als je achter Jezus aangaat, zal je de allermooiste schat ontvangen. Nog mooier dan deze. Want Jezus zal altijd voor je zorgen. Zo is het. Hij geeft je blijdschap, liefde, vrede, rust, goedheid. Die cadeautjes zijn zo mooi en groot. Die passen helemaal niet in een schatkist. Goeie Sarah. Maar er is een plek waar het altijd in past. En dat is je hart. En weet je, op de site hebben we ook een superleuke verwerking staan. Deze kan je maken en net als altijd opsturen naar kids@jeruzalem.nl. En dan gaan Sarah en ik hem weer bekijken. En vergeet niet, Jezus is de allermooiste en beste schat die je kan vinden. En jij bent zijn allermooiste schat. Amen. Tot de volgende keer. Doei! Doeg.